Acht u het dan mogelijk om ooit eens, van zeg nooit nooit, om met Groenen in een regering te zitten? Ja, met iedereen acht ik dat eigenlijk mogelijk. Dat is de kiezer die dat ook beslist. Hè. Dus waarom zouden wij de pretentie moeten hebben om te zeggen die wel en die niet? Allee, daar ben ik toch wel, steun ik toch wel gewoon het democratisch gehalte dat Vlaanderen gelukkig nog altijd heeft. En ben ik iemand die gewoon zo, graag zou hebben dat dat er naar de kiezer geluisterd wordt. En dat er goed bestuurd wordt. Ja, en dat er dan ook een goed akkoord uitkomt en dat iedereen gewoon vooruitkijkt en toekomst denkt. Laat ons toch wel, zonder dan zelf het onderwerp te willen aansnijden, vaststellen dat door de democratie oneer aan te doen, wat we toch... Het is in andere landen, sommige landen, we hebben Rusland gezien, veel erger... Maar dat we daar in Vlaanderen toch ook wel ergens een fout gemaakt hebben waar we vroeg of laat, en ik vrees nu vroeg, de rekening gaan voor betalen. Hè. Welke fout bedoel je? De fout om Vlaams Belang systematisch uit te sluiten.